Het is een zeer sterk commercieel gerichte beurs, maar tegelijkertijd heb je hier ook alle producten uit de ganse keten, machines, diensten die aangeboden worden. En daarom maakt het toch wel tot een uniek gegeven. High-tech pommes, c'est le monde de la pomme de terre. C'est le monde de la pomme de terre. C'est incontournable en tant que producteur d'une paillette. Well, I would think that it is a very vibrant and energetic event, and certainly very impressive in terms of scale and the types of organizations, the technologies that are being presented here. In tegenstelling tot veel andere generieke beurzen hebben we hier iedereen die aanwezig is, is van veraf of van dichtbij betrokken in de aardappelsector. Dus ja, allemaal potentiële goede leads voor ons. Elle permet de regrouper et d'accueillir des producteurs qui sont français, qui sont belges, qui sont néerlandais. Bien évidemment, aujourd'hui, on aime se retrouver autour de ce moment convivial. Voor ons is het altijd een heel prettig weerzien van de verschillende bedrijven binnen onze boeiende sector. Interpom is een beurs waarop dat je eigenlijk op korte tijd, op 3 dagen tijd, de belangrijkste partners, de belangrijkste leveranciers, eigenlijk op een heel gemoedelijke manier spreekt. Eigenlijk een echte relationele beurs. Wij zitten hier met een heel gefocust publiek. Daarom is het heel belangrijk dat wij onze innovaties ook hier kunnen tentoonstellen. Je kan heel veel tijd nemen om met de diverse spelers uit de keten te discussiëren, kennis op te doen. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk om voor je eigen bedrijf en ook om de keten verder te optimaliseren. Ik denk dat het voor de sector op zich een belangrijke ontmoetingsplaats is. Omdat er eigenlijk op een zeer gemoedelijke manier tussen leveranciers, telers, verwerkers, handelaars een juist evenwicht gezocht wordt. C'est l'occasion d'échanger sur les produits que nous faisons, les difficultés, nous vendons de l'emballage en bois, donc des difficultés sur les approches, sur les prix. Et donc c'est un vrai moment privilégié de rencontrer nos clients. Je moet de vinger aan de pols houden, je moet proberen mee te zijn met de allernieuwste dingen. En hier op zo'n vakbeurs waar alle nieuwigheden worden tentoongespreid. Je kunt dat hier allemaal zien, dus je kunt ervan proeven, je kunt het bekijken. Dus ik zou zeggen, kom zeker eens langs. Wereldwijd is dit een van de grootste aardappelbeurzen. Dus het is een hele belangrijke beurs voor ons om onze klanten wereldwijd te kunnen ontmoeten. Volgend jaar 1 november zijn we er terug. En als je een beetje passie voelt voor de aardappel, dan moet je hier geweest zijn.